Wij doen al een viertal jaar mee. Al twee keer met de publieksprijs die we gewonnen hebben. En we blijven er inderdaad echt voor gaan. We maken dit jaar een lounge set uit een duurzame houtsoort paddoek. De leerlingen steken daar werk en tijd in, dus het mag wel enkele jaren meegaan natuurlijk. Wij maken het in drie delen, zeg maar, een legplaat, een middenstuk en een grote bank. Dit is dus de lounge set. We maken het dus in drie losse delen. Dus ja, dit is de grote bank, zeg maar, deel 1. Een kleine bankje, deel 2 en dan een legplaat. Ja, je kunt het eigenlijk overal in de tuin gebruiken. Het is wel ook een goede duurzaamheidsklas. We hebben nagedacht over technieken en de houtsoort die ze gebruiken voor een werkstuk, om een werkstuk te maken dat zo lang mogelijk blijft bestaan. Ja, je leert er toch weer wat dingen over bij, zoals dat thermo van het stoken van de hout. Dat wisten wij nog niet. Ja, het is toch een mooi project om te maken eigenlijk. Dus ja, we zijn er wel wat laat aan begonnen, dus het moet allemaal wel wat sneller gebeuren, maar het is wel leuk om te doen. Ze zijn inderdaad enthousiast. We zitten ook wel een beetje met een strengere aanpak erachter. Maar ze zijn wel enthousiast voor het in elkaar te krijgen. Vorig jaar hadden we goede commentaren van het publiek eigenlijk ook. En we hopen dat dat dit jaar hetzelfde kan zijn natuurlijk.